Audi kennen we natuurlijk als innovatief merk. Hè? Bekend van de slogan voorsprong door techniek. En ja, Audi behoort ook in het rijtje zogenaamde premiums. Het is een merk, een auto, ja, voornaam. Daar willen mensen graag in rijden of ze willen er heel graag in gezien worden. En dan kennen we Audi ook van het fenomeen quattro. En vierwielaandrijving, dat is dan weer bekend geworden door de oerquattro in de jaren 80, waar ze al die rally's successen mee behaalden. Maar dat sterke Audi van nu, dat, ja, je kunt het bijna niet voorstellen, maar dat heeft een oorsprong in deze Audi 100. En dan moet je je voorstellen, hè, na de Tweede Wereldoorlog is er niet zo heel veel gebeurd met Audi. Ja, de Audi 60 bleek overigens een groot succes te zijn. En daarna was het deze Audi 100. En daarmee vormt die Audi 60 en die Audi 100 eigenlijk de basis voor dat grote Audi van nu. En als je je dan voor kunt stellen dat deze auto eigenlijk in de avonduren is ontwikkeld door Ludwig Kraus, op dat moment leider van de ontwikkelingsafdeling van Audi. En hij had helemaal geen goedkeuring om dat project te starten. Hij ging dat doen. Hij dacht, daar is markt voor. Ik kan zo'n auto ontwikkelen. Hij bedacht hem, hij ontwikkelde hem en hij legde hem voor aan de voorstand. En die mannen zeiden, dat heb je goed gedaan, Ludwig. In productie nemen. Nou ja, de rest is geschiedenis. En uiteindelijk is het dus deze Audi geweest die eigenlijk het, ja, min of meer noodlijdende Duitse merk er bovenop heeft gebracht. En Audi was op dat moment al onderdeel van het Volkswagen-concern. Maar dat Volkswagen-concern, dat ging eigenlijk ook niet zo heel goed. Die hadden technisch, er moest nog wel wat gebeuren, zeg maar. En met deze auto is eigenlijk het Volkswagen-concern met Audi terug op de kaart gezet. Als we dan een sprongetje in de tijd maken, dan komen we uit bij de Audi 90. En dat was ooit een soort van snellere, chique Audi 80. Maar inmiddels is het een gewilde auto. Een mooie klassieker, een youngtimer. Een auto met een bepaalde waarde, mits die in de toestand is zoals die er hierbij staat. Deze is natuurlijk ook uit de Classic Car collectie van Ames. En dan is die gebaseerd, de Audi 90, op de Audi 80 B3. Platform B3. En hoe kunstig gedaan, hè, van Audi. Want als je die auto's naast elkaar ziet staan, dan lijkt die Audi 90 veel groter. Die neemt echt die positie in tussen de 80 en de 100 van destijds. Maar de afmetingen, ja, die komen behoorlijk overeen. Andere bumpers, andere lichtunits. Natuurlijk een 5-cilinder. En dan achter die reflectieplaat, de reflectieunit die om de kentekenplaat zit, zijn allemaal van die kleine dingetjes. En je zou denken, nou, wat stelt het nou voor, hè? Details. Ja, die details die zorgen ervoor dat dit een totaal andere auto is dan de Audi 80. Totdat Audi met de 80 B4 kwam. Een nieuwe auto, nieuw platform. Er werd besloten om niet verder te gaan met de 90. Behalve in Amerika. In Amerika leverden ze nog steeds een Audi 90. En eigenlijk geeft dat ook wel weer aan dat deze auto gewoon op een ander level opereerde dan een 80. De 80 was voor de, nou, laten we het zo zeggen, de gewone man. En de 90 was voor de liefhebber. En de liefhebber ook van autorijden. Als je in deze auto stapt, je gaat zitten, het klopt. Je zit er goed in. De packaging, oftewel de positie in de auto, die klopt helemaal. En dan die 5-cilinder. Fantastische motor. Je moet je voorstellen, er waren meer autofabrikanten, hè, die met 5-cilinders aan de gang waren. Audi deed dat natuurlijk al heel lang. Hè. De oerquattro had er bijvoorbeeld ook een. En nu zijn ze er niet meer. Want ja, inefficiënt, een 4-cilinder is nou eenmaal schoner. Maar zo mooi, het geluid, die smeuigheid, die onregelmatige ontsteking die dan dat bijzondere geluid creëert. Dit is echt een heel mooi motortje in eigenlijk ook een hele bijzondere auto. Hè. Want je ziet het er misschien niet zo 1, 2, 3 en af, maar het is een gewilde youngtimer, een begeerlijke auto. Een auto die inmiddels veel gezocht is. Ja, als ik dan zou moeten kiezen, hè?
denk deze. Dit is een soort sportsedan. En die motor voren in zo'n vijfcilinder. Dat is er niet meer en dat komt niet meer. Maar goed, dat is de auto die er werkelijk toe heeft gedaan in de geschiedenis van Audi. Ten eerste zette deze Audi 100 Audi op de kaart na de Tweede Wereldoorlog. En ten tweede heeft deze 100 eigenlijk het fundament gevormd voor de premium status van het merk Audi zoals we dat nu kennen.